Een paar uitzendingen terug lieten wij een slechte situatie zien op de hoek kruising Richard Foulerstraat en Herman Steinbergstraat. Dat ligt in Abrabroki. We hielden u voor deze zaak te volgen totdat er verbetering zou komen. En nu is er al verbetering. Een paar weken terug bleek inderdaad dat de situatie is opgelost. Kijk en luistert u maar mee. Dit is de dagelijkse situatie op de kruising Richard Foulert en Herman Steinbergstraat te Abrabroki. U hoeft geen deskundige te zijn om te constateren dat het hier om een verwaarloosde verstopping gaat. Zowel in de droge als in de regentijd loopt deze kruising onder water. Schoolkinderen hebben altijd een probleem hier zo. Het is verstopt, ja. Vreselijk. Jullie van 1 voor 12 zijn nu gekomen. Ik hoop dat er dit wel een oplossing zal zijn en die antwoord toch wel zal komen voor deze stukjes van het weg. Kijkers, we bevinden ons wederom op de hoek van de Richard Foulerstraat en de Herman Steinbergstraat. Enkele uitzendingen terug stonden we ook op deze hoek, maar toen was er iets anders hier waar te nemen. Heel onsmakelijk was het, een plas van je welste die er jaren stond. In de droge tijd en in de regentijd was er altijd een plas hier op deze hoek waar te nemen. Tot ergernis van automobilisten en buurtbewoners. Wel, de dag toen wij de uitzending maakten hier, toen we op deze hoek stonden, toen kwamen wij de buurtmanager tegen. We spraken hem aan en hij heeft toen de gemeenschap beloofd te werken aan het probleem. Hij is met openbare werken aan tafel gaan zitten en u merkt het na enkele weken. Het resultaat, de auto's gaan met glans over deze hoek met alle genoegen. Van deze plaats uit namens de buurtbewoners van deze omgeving, de Richard Foulerstraat en de Herman Steinbergstraat, mag ik dus een woord van dank uitbrengen richting het ministerie van Openbare Werken. Minister Ramon Abrahams willen we persoonlijk bedanken voor de hulp. Dat ik je nooit.